Goedemorgen, ik ben wakker en ik ga vandaag naar Istanbul. Ik heb daar opnames. Ik mag helaas niet zeggen hoe en wat, maar het is hartstikke leuk. En ik ben dinsdag vlieg ik terug. Ik heb vandaag ben ik om 4 uur geloof ik in Istanbul. En dan is gewoon zeg maar, ja, ik even inchecken en zo. Tijd naar bed en morgen heel vroeg opstaan voor opnames. Hele dag opnames en dan die dag erna heb ik volgens mij nog wel wat leuke dingen in Istanbul. Maar die dag daarna vlieg ik weer terug. Dus ik heb in principe 1 dag opnames, 1 dag leuke dingen slash misschien nog meer opnames. Dat is nog niet zeker. Dit horen jullie echt pas over een hele lange tijd waar dit voor is. Maar ja, het is mega leuk. Maar nu ga ik naar Schiphol. De taxi is over 30 minuten. Ik heb gedoucht. Tandenborstel hier. En de geluid die gaat nu mee. Ik ga me even aankleden. Ik had dus als idee om een lange trui aan te doen met een maillot om te vliegen. Alleen, misschien, ik ga in mijn eentje namelijk, een beetje saai. Misschien ga ik even mijn nagels doen, Schiphol, handen, voeten. Nog 2 uur niks te doen daar, dus ik dacht, dan is het mij ook niet zo handig. Ik vind het heel wat voor mezelf dat ik dit nu besef, op dit tijdstip zeg maar, dat ik daar aan denk. Oké, ik ga maar even kleden, ik zie het heel. Ik vlieg nu zo. Ik heb mijn legging aan en dan andere trui en dan mijn stunkhouse erop onder en dan die laarsjes. Ook wel grappig. Ik wilde eigenlijk niet vliegen, maar die is heel warm. De geur die ik opdoe nu om te vliegen is... Oh, Kenzo, die heb ik ook nog gehad. Oké, de look om mee te vliegen. Misschien doe ik mijn jasje zo wel gewoon. Het is best wel warm. Best wel heel erg warm. Oh, op naar Istanbul. I love Turkije echt. Heel erg. I love Turkije. Ik ben ingecheckt en ik sta in de rij om de lounge in te gaan. Het is nu 9:22 en ik vlieg over 1 uur en 10 minuten ongeveer. Nee, 2 uur 10 minuten. Hier is een bietensap. Nog één. Shot. Oké, tijd voor manicure. Nou, ik denk dat ik pedicure even op 1 zet. Mijn voeten zien er echt zo slecht uit. Ik heb van die afgebladderde nagelbakken stukjes. Het wordt pedicure en dan is nog tijd extra mislukt. Ze zijn hier altijd heel goed met gaan kijken hoe laat je wordt worden, hoe lang het lopen is en dan... Hoe lang zij nodig hebben, dan gaan ze super snel in de aangezoom. Of ze zeggen, nee, ik ga je niet redden, ik moet je vlucht. En hey, helemaal terug naar de ander. Er zijn 2 baas hier. En deze had een wachtlijst en die andere heeft wel plek. Dus daar gaan we weer. Komt net vandaan. Oké, het wordt alleen pedicure met gewone lak. Want geen gel. En deze skip ik dan even, want het gaat er zo snel af voor mij. Gewone lak, ik ben een dag al. Dus dit maakt niet zo uit. Die voeten moeten echt gebeuren. En dan... Ik zit lekker in de massagestoel te trillen hier. Dit is echt de beste beslissing ooit om dit te doen. En ik mag hier gewoon blijven zitten. En ik word hier gewoon in die stoel vet gemasseerd. Naast me zat ook net iemand die gewoon heel lang in die stoel. Gewoon net zo lang totdat je moet worden. Best zie ever. Jongens, zouden ze eerst als basis die lijnen hebben gezet? Of zouden ze eerst dat ding hier hebben gedaan en dan die lijnen eromheen hebben getrokken? Het is natuurlijk een heel systeem met rijden en zo. Ik heb er een uur op moeten wachten, maar hij is er. Ik was al bang dat hij niet meer zou komen, maar thank god, mijn koffer is er. Oké, we zijn in Istanbul. Het is hier 2 uur later dan in Nederland. En morgen is mijn calltijd om 7 uur 's ochtends, oftewel in Nederland 5 uur nog helemaal ready zijn in beauty, alles. Fantastisch. Dus het is nu 5:30 geloof ik hier. Ik ga naar het hotel, ik ga lekker eten, ik ga gewoon slapen zo gelijk. Want ja, wat moet ik doen? Ik moet zo vroeg op. Ik moet echt mijn wekker zetten om Nederland 4 uur, denk ik. Kijk mijn ride. Hallo. Welkom. Thank you. Ik zou me wel echt... Er zijn een paar plekken op de wereld dat, zeg maar, stel we zouden voor werk ergens heen moeten verhuizen of zo. Ik zou niks erg vinden eigenlijk. Maar dit zou ik echt zo doen. Zo, in een heartbeat. Het is echt een wereldstad. Echt zo nice. Dus dat het gezegd, I don't care. Als je zegt, hey, morgen verhuis je naar dit. Oké. Fine. Let's go. Maar dat is dan ook hoe ik, zeg maar... Het had te maken met dat toen ik 4 was dat we naar Nederland kwamen. Want zo, echt toen ik heel klein was, heb ik dat meegemaakt. En
aan de ene kant denk je, het maakt je onzeker of zo. Maar aan de andere kant... Nee, je kan overal opnieuw beginnen, weet je. Dus daar denk ik dan aan. Je ziet niet zoveel, het is al donker. Volgens mij slaap ik in hetzelfde hotel als toen het voor zijn haartransplantatie. Dat zou echt te grappig zijn, maar ik weet dat ze hier heel veel Hiltons hebben. Oké, ik ben in mijn hotelkamer. Het is toch een andere Hilton dan toen wij hier sliepen. Het is een vet gezellige straat hier met allemaal eetentjes. Het is echt zo'n bruisende stad. Ik vind het super leuk. Maar het is nu 7 uur. Dus ik denk dat ik kan wel roomservice doen. Maar ik denk dat het lekker buiten ergens eten. Wat kan ik hier eten? Ja, ik ga buiten lekker buiten ergens eten. Want ik zie aan de overkant allemaal tentjes en zo. En er zit een pinautomaat om de hoek. En ja, ik denk dat mijn eten er sneller is. En ik vind het wel leuk om even naar buiten te gaan. Oké, off we go. Even wat eten buiten. Ik weet nog niet wat. Er is een restaurant hier. Ik wil naar buiten. Ik wil even pinnen. Ik vind dat zo erg als je aankomt en je hebt gewoon niks cash voor fooi. Weet je wel, voor degene die je helpt naar boven en zo. Dit is echt Turkije. Overal straatpoesjes. En ook zo tam, weet je wel. Oh mijn god. En dit ook. Oh. Oké, ik ben buiten. Het is best wel koud. Ik ben alleen met trui naar buiten gegaan. Maar ik heb met Happy Cow een vegan restaurant gevonden. Echt, I love deze app. Niet gesproken. Je ziet hem nu niet, maar het heet Happy Cow. En dan kan je altijd zoeken waar in de buurt vegetarisch eten is. En blijkbaar is hier een restaurantje van een familie. Dit is hem, zo heet hij. Dus Turks Koerdisch eten van een familietje die vegetarisch eten maakt, geloof ik. Ze zoeken wel meer. Hier, calamari, nee, ze hebben van alles. Eten in mijn eentje. Ik had wel het restaurant kunnen eten, maar ik vind dit restaurantje eigenlijk wel leuk. Heel veel mensen uit het land waar ik geboren ben. Jongens, ze zijn zo gastvrij hier. Het is zo lekker allemaal. Oh my god. Oké, dit zijn pannenkoekjes met spinazie. Ik zweer het je, ik neem met een hap. Oh, ik voel me serieus een soort van warm, fuzzy, liefde gevoel in mijn buik. Het is zo grubbelig lekker. De Turkse keuken. En dit. Het is echt leuk om hier eentje te eten in een restaurant. Zo, doe het een keer. Mijn god, het is gewoon 10 euro. Dit was echt niet normaal hoor. Oh, dit was lekker. En ik heb nog dit gekregen ook, en broodjes en al. Ik ben helemaal verwend hier. Overal waar je bent, kleine smiechtjes. Weersta de verleiding, weersta de verleiding. Ga er langs. Oké, we zijn weer op de kamer. Het is 8:30. Ik ga heel even mijn spullen uitpakken. Hier. Ik denk even douchen, mijn haar wassen. Zal het wel 9:30 zijn, dan ga ik lekker slapen. Jeetje, dat is in Nederland 8:30, 7:30. Het is heel ongebruikelijk. Ik ga natuurlijk wakker liggen. Oh, ik heb mijn oortje, maar ik ga wel ASMR luisteren ofzo. Dat helpt altijd wel. Voor alles uitpakken. En ja, dat is... Oh, voor degene die het nog niet door hebben gehad. Ik zag wat comments vandaag. Ja, het is voor Beautyclass meer, maar ik ga geen December Cinema meer doen. En dat heb ik toen vorig jaar aangekondigd, omdat ik het best graag wilde doen. En iemand had ook gecomment van hoe voel je je nu, zeg maar, nadat je een soort van het chiller bent gaan doen. En dat is echt super. Echt beste beslissing ooit. Ik heb het idee ook als ik mezelf terugzie op video, ik ben veel rustiger en zo. En gewoon chiller met alles, merk ik. Ja, en ik heb gewoon heel erg ontdekt dat het echt in alles ligt in mijn handen, weet je wel. Zo van, ik kan mezelf zoveel aandoen als ik wil, of niet. Ja, dan verdien je misschien iets minder geld, maar who cares, weet je wel. Uiteindelijk gaat het erom dat je happy bent. Dus dat, vorig jaar was ik 10 dagen naar Las Vegas met Foef. En toen had ik ingepland 10 dagen filmen en 10 dagen editen. Ja, dat was echt... Nou, ga ik dus ook nooit meer doen. Echt. Het was zeg maar... Het resultaat was heel leuk. Ik was heel tevreden met de beelden en de dingen die we hebben gefilmd. Achteraf gezien had ik veel beter gewoon... Bijvoorbeeld 10 dagen moeten gaan, 5 dagen filmen. En pas als ik thuis kwam gaan editen. Dan had ik zeg maar... Om de dag kunnen filmen en dan optimaal kunnen... Nou ja, goed. Boeien, het is al geweest. Weet je, je leert ervan. En dus voor het rest van mijn leven leer ik dat ook. Dus spullen uitpakken. Let's do it. Oké, de kamer is ingedeeld. Ik ben ook gedoucht. Mijn schoenen heb ik hier neergezet. Heb ik hier mijn kleding opgehangen. Heel raar systeem is dit. Je moet zeg maar deze... Waarom gaat hij nou niet? Heb ik hem... What did I do? Oh my god, what did I do? Zit die deur... Er zit zeg maar een deur in een deur. Oké, ik ga dit even fixen. Ja, dan. Oké. Ik heb hier kleding opgehangen. Ik twijfel een beetje. Ik denk dat ik morgen deze aan doe. Nou, dan heb ik nog een t-shirt en een zwarte broek. En nog een t-shirt.
Dus ik heb zeg maar broekoutfit met dit ook en twee jurkoutfit en dit is mijn jasje. Sportoutfit ligt daar. En dan hebben we de badkamer. Die ziet er als volgt uit. Ik heb hier mijn beauty dingetjes neergezet. Mijn make-up. Oh, uiteindelijk past bijna al mijn make-up in een bekertje. Ik was het ook dat ik alleen maar dit ernaast heb gezet. En dan mijn haartoon, haardingetjes. The usual. Ik heb zelfruimer bij me. Om te zelfruimen. Ik dacht, laat ik dat nu even doen dan. Maar dan moet mijn haar eerst even wat droger worden. Anders dan krijg je gewoon die druipvlekken, zeg maar. Ja, that's it. Oké, ik zit met Foefje te facetimen. Hey Foefje. Hallo allemaal. En ik ga de vlog afsluiten met Foefje facetimen. Dus, daar. Oh, sluit jij me vanaf dan vanuit daar. Hey, bedankt voor het kijken allemaal. Het is hier helemaal niet slaaptijd, dus ik weet niet wat we vrouw gaan doen. Maar toch, kijk allemaal wat rusten. Dan zie jullie morgen. En dan op de Foef manier. Bye. Doei.